Vanaf vandaag geldt er een nieuw staatsbesluit omtrent de bouwwet. Minister Riyad Noor Mohammed zei op een persconferentie dat de bouwcontrole landelijk nu op een ander niveau zal geschieden. Nieuwe regels zullen gelden voor werkzaamheden in de binnenstad en gebieden waar er erfgoed komt. Per vandaag gaat die bouwcontrole ook 24 uur in werking treden en onder verhoogde toezicht. Dat betekent kort, we gaan gewoon heel streng zijn. Zo simpel is dat. En ik ga iedereen vragen medewerking te verlenen. De DC's, niet iedereen kan aanwezig zijn, maar er is een speciale sessie voor jullie ook. Die we gaan organiseren om hierover weer te praten en ook met de hoofden van de districten. Het vergunningsbeleid, even kijken hoor. We hebben dus geïntroduceerd het beleid een paar maanden terug. De nieuwe tarieven hebt u gezien. Dit is na jaren dat de tarieven aangepast zijn. Is er redelijk billijkheid. In zijn algemeen kan ik gewoon zeggen dat, met een beetje sociale termen te gebruiken. De kleine man betaalt heel goedkoop, of tussen aanhalings bijna niets. En we gaan de grote man laten betalen. Daar komt het een beetje op neer. Noor Mohammed zegt ook dat er niet meer betaald hoeft te worden voor de plaatsing van duikers beneden de 6 meters. Dit valt onder het sociaal beleid dat het ministerie reeds had aangekondigd. Sommige tarieven verschillen. De logica erachter is dat we duurzaamheid willen stimuleren, hout willen stimuleren, PVC willen stimuleren en geen import. Dus op het moment dat je importmaterialen gebruikt, ga je duurder betalen. Veel duurder. Een derde ding wat je ook hebt gezien is dat bijvoorbeeld die 6 meter duikers voor je inrit voor je huis is gratis. Maar dan zie je dat die 7e duiker of die 7e meter, 8e meter, is enorm hoog. Dat is waar. Dat heeft te maken met klimaatverandering. Kijk, hoe meer duikers we zetten, hoe groter het probleem wordt voor waterafvoer. Want als je alle kanalen dichtmaakt, ja, dat water gaat wegstromen. Dat is niet zo erg. Het gaat een keer wegstromen. Maar het gaat wel langer duren. Daarom zijn we voorstander van open kanalen. Als een kanaal open is, dan stroomt het water via de grondoppervlakte, via alle kanten. Maar als je het dichtmaakt, dan kan alleen water door die duiker. De minister geeft aan dat vanaf nu hoge kosten gekoppeld zijn aan het aanleggen van gesloten rioleringen. Boetes zullen gehandhaafd worden voor mensen die illegale bouwactiviteiten ontplooien of illegale bouwsels opzetten.